Die man heeft een staatsgreep gepleegd. Dit waar waarvan overigens ook dat gedoe in Georgia natuurlijk een onderdeel was uiteindelijk. En hij kan gewoon deelnemen in 24. Niets aan de hand. Niets aan de hand. Wat een systeem. Wat een politiek systeem. Wat een waardeloos klote systeem. Niet waar? Moet je nou toch kijken hoe Amerika zich met die Trump aanhoudend in de voet schiet. In de linkervoet, in de rechtervoet. Het verlossen. Kunt u mij horen? Trump moest zich vorige week nog melden in Georgia. Nu is er een datum bekend van die andere zaak. Ondermijning van de verkiezingsuitslag. Die gaat beginnen, de rechtszaak, op 4 maart 2024. Dus dat is midden in de campagnetijd. Daarover zometeen meer. Eerste spanningen tussen Taiwan en China. Die lopen de laatste tijd ook weer op. Ja. Taiwan heeft de vicepresident naar Amerika gestuurd, of die ging daar op bezoek. En daar heeft China weer op gereageerd door allemaal schepen en boten naar de straat van Taiwan te sturen. Ja, en daar ben ik ook niet van onder de indruk. Het is niet zo dat ik s'nachts gillend wakker word en oh god, wereldoorlog, Taiwan aangevallen. Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Het zou mij enorm verbazen als het in mijn levensspanne, en je ziet, ik ben bescheiden, in mijn levensspanne zou gaan gebeuren, eerlijk gezegd. Het is een zo volkomen geschift risico dat ik het niet zo zie gebeuren. Mm. Dat neemt niet weg dat ik Xi Jinping zelf als een heel negatieve autocraat beschouw. Iemand die, laten we zeggen, ook op de Chinese economie in bredere zin en ook op de middellange termijn een heel negatieve invloed heeft. Op welke manier bedoel je dat? Op meerdere manieren. Dat geldt zowel voor investeringen van buitenaf in China. En dat is punt 1. Maar dat geldt ook voor de Chinese samenleving als geheel. Omdat daar natuurlijk allerlei, laten we zeggen, economische wanverhoudingen bestaan. Die het gevolg zijn van onjuist beleid van de Chinese overheid. En natuurlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld is het volkomen achterlijke COVID-beleid wat Xi Jinping gevoerd heeft en wat enorme schade heeft toegebracht aan de Chinese economie. Want als je even nu zou opzoeken dadelijk, en dat kan ik ook de luisteraars van harte aanbevelen, hoe staat op dit moment de Chinese economie ervoor? Nou, helemaal niet goed. Het herstel wordt het eigenlijk nauwelijks. Allerlei voorspellingen van prominente economische voorspellers zijn naar beneden toe bijgesteld. Nee, Xi Jinping is, zoals al die autocraten, niet waar, is niet goed voor een gezond functionerende economie. En er zijn ook veel zorgen over dat vastgoed, hè, daar in China, hè? Ja, dat is die permanente crisis die daar boven de markt hangt. Dat is waarschijnlijk grotendeels juist. Oh, daar kunnen ze nog wel uitkomen, maar het gaat veel meer om de economische groei in bredere zin. En dat daar wat mis is in China, is dat de besparingen van de Chinese burgers gigantisch groot zijn. Zo groot dat ze veel te groot zijn en dat China in onvoldoende mate de burgers stimuleert om hun geld uit te geven. En dat komt omdat die burgers zich onzeker voelen over wat eventueel de micro-economische ontwikkelingen zouden kunnen zijn. Hmm. En nog even over die breuk tussen China en Taiwan. Die is ontstaan ooit in 1949, toch? Tijdens die burgeroorlog, hè? Ja, omdat de burgeroorlog is gewonnen door de communisten en verloren door de nationalisten van Chiang Kai-shek. En toen zijn die nationalisten uitgeweken naar Taiwan. En die hebben daar altijd volgehouden dat zij de ware Chinese regering waren. En afhankelijk is dat ook gesteund door de Verenigde Staten en anderen. Maar tenslotte hebben ze begrepen wat het idiootbeleid dat was. Dat je dus die restanten van Chiang Kai-shek's beweging, die Kuomintang, dat je die beschouwde als in feite het ware China en niet het China wat de communisten uiteindelijk op de been hebben gebracht. Niet dat dat erg fantastisch was in alle opzichten, maar goed, dat is nu weer vers 2. En dat leidt dan uiteindelijk tot het feit dat, want ook de nationalistische Chinezen hadden een stem in de Veiligheidsraad. Dan was het natuurlijk helemaal belachelijk dat Taiwan een stem in de Veiligheidsraad had. En dan goed, dat op een moment is door Kissinger en Nixon is een opening in China gecreëerd. En die heeft geleid tot een reeks van afspraken. En die afspraken houden onder andere in dat de communistische China die zetel in de Veiligheidsraad heeft gekregen. En dat communistische China in brede zin beschouwd wordt als de
hoofdvertegenwoordiger van de Chinese natie. En dat je Amerika bijvoorbeeld heeft volgens mij geen officiële diplomatieke vertegenwoordiging op Taiwan. Natuurlijk hebben ze wel een uitgebreide vertegenwoordiging, maar die niet juridisch officieel de Chinese natie representeert. Dus ja, het is een wonderlijk restant. En ondertussen heeft natuurlijk die samenleving op Taiwan zich heel voorspoedig ontwikkeld. Aanvankelijk was dat ook een dictatuur eerste klas van Chiang Kai-shek en diens zoon ook nog enige tijd. Maar tenslotte heeft dat systeem zich democratisch ontwikkeld en nu is het een democratische staat. En je begrijpt, die heeft natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel zin om dat het afschuwelijke politiestaatssysteem van communistische China over te willen nemen. Overigens, in economisch opzicht is Taiwan en China, dat is ingrijpend verweven met elkaar. Dat is in allerlei opzichten één land, kun je rustig stellen, als je het economisch beschouwt. Bovendien heeft China enorm geprofiteerd van Taiwan en de voorspoedige wijze waarop allerlei high-tech zaken zich in Taiwan hadden ontwikkeld. Net zo goed als China enorm geprofiteerd heeft van Hongkong. En dat het ook een onbeschrijfelijke klote streek is wat ze Hongkong geleverd hebben tenslotte. Ja, want China ziet Taiwan nog steeds als een afvallige provincie, hè? Ja, zeker. Ja, dat zullen ze ook blijven zeggen natuurlijk. Ja. Het is wel opvallend dat dan in 1987 dat TSMC, die chipfabrikant, dat die zich vestigt in Taiwan en bijvoorbeeld niet in China, waar ze wel ook fabrieken hebben, begrijp ik. Ja, zeker wel. Maar laten we zeggen, de meest geavanceerde fabriek hebben ze op Taiwan. Of dat nou toevallig zo ontstaan is, dat weet ik ook niet. Ja, kijk ook dat wij ASML hebben, is ook gedeeltelijk een toevallige ontwikkeling. Ja. Dus dat we uiteindelijk te danken hebben aan de aanwezigheid van Philips in de Eindhovense regio. Maar men heeft eigenlijk niet aanzien komen dat TSMC, dat zo'n op het punt van de meest complexe chips, zo'n een sterke positie zou innemen en dan nou juist op dat eiland Taiwan, wat door de Chinezen wordt geclaimd. Voorlopig is het nog geen Chinees bezit. En ja, als het Chinees bezit zou worden, wordt ongetwijfeld ook meteen de kip met de gouden eieren geslacht. Kun je wel zeker van zijn. Maar wat je wel ziet, is dat TSMC nu een hele grote fabriek in Duitsland gaat bouwen en een fabriek in Amerika gaat bouwen. Dus dat er wel degelijk ook gewerkt wordt aan een eventuele minder grote afhankelijkheid van China of zelfs van Taiwan. Ik lees hier dat Morris Chang, dat is een Chinees, die heeft in 1987 dat TSMC opgericht. Hij is verhuisd naar Hongkong en in de Verenigde Staten heeft hij gestudeerd. En in Taiwan heeft hij zich dus gevestigd met dat bedrijf. Ja, maar goed, nog steeds studeren. Maar massa-Chinezen hebben ook. Communistische Chinezen hebben in Amerika gestudeerd. Als je ergens wil studeren internationaal en als je indruk wil maken met waar je gestudeerd hebt, moet je in Amerika studeren. En de kans dat je wereldwijd een enorme indruk maakt als je in Utrecht hebt gestudeerd, is niet zo groot. Maar dat je kunt zeggen, ik heb in Harvard gestudeerd, dan is de impact, of Stanford, of weet ik veel wat, die impact is wel groot, vaak ook groter dan eigenlijk dan ze verdienen, maar goed, zo is het. Ja. Harvard College is aanzienlijk minder fantastisch dan je op het eerste gezicht zou denken. Ja. En Philips was een van de eerste aandeelhouders ook van TSMC. We hebben het daar toch wel eens over gehad. Ja. Philips is groot aandeelhouder van TSMC geweest. Philips is groot aandeelhouder van ASML geweest. Philips heeft op een bepaald moment een soort van fantastisch sterke positie ingenomen in het hele chipsveld. Zowel chipsmachinemakers als chipsmakers. En ja, dat hebben ze allemaal weggedaan. En toen zijn ze in een snurkapparatuur gegaan. Al zag ik dat die medische sector toch ook wel als een voorspoedige ontwikkeling voor de lange termijn wordt gezien. Waarschijnlijk terecht. In verband met de veroudering van de wereldbevolking. Ja. Wat vind je van de intrede van de Italianen, die Agnelli-familie van Fiat bij Philips? Ja, nou ja, die hebben weet ik het voor hoeveel miljard in Philips medische branche geïnvesteerd. Daar stond ik wel van te kijken, ja. Vooral om wat rust terug te brengen, want het ging natuurlijk bij Philips de laatste tijd niet zo goed. Nee, vanwege dat snurkapparaat. Nou ja.
Want, maar het is gek als je naar de recente geschiedenis van Philips kijkt. Heb je toch het gevoel dat daar wel op een aantal momenten de wissels niet erg verstandig gezet zijn. Maar goed, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Ik ben zelf geen investeerder. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat de familie Agnelli deze zaken zeer grondig heeft onderzocht gezien het bedrag wat ze erin gaan steken. Ze krijgen overigens wel gelijk een functie in de Raad van Commissaris. Ja. Had je trouwens nog die mail gezien van die luisteraar die een Sinterklaaspartij op wil gaan richten? Ja, dat was daar wel verbaasd over. Ik denk dat hij er een vrolijke avond door gehad heeft. En hij hoopte dat wij als één man, als twee zwarte pieten achter hem zouden staan bij de Sinterklaaspartij. Maar ik moet hem teleurstellen dat mijn actieve politieke carrière is ruimschoots achter de rug voor zover ik er ooit een gehad heb. Ja, het is Jules Wijnhoven uit Zevenum en hij zegt het zal niet eenvoudig worden om die partij op te richten gezien het feit dat de verkiezingen al in november zijn. Maar andersom moeten we ook niet moeilijker maken dan dat het is bijgaand alvast een aanzet voor het verkiezingsprogramma waar de Sint zich in kan vinden. Ja, wie weet. De Sint. Ja, ik weet niet wie dan de Sint moet worden. Dat is een beetje de vraag. Want je mag natuurlijk niet weten wie dan de Sint is. Hij heeft een aangeplakte baard en zo. Mijn idee van de Sinterklaaspartij was alleen om te demonstreren dat de Nederlandse kiezers, althans een deel daarvan, zo knettergek is dat ze bereid zijn op alles te stemmen. En dus waarschijnlijk ook op de Sinterklaaspartij. En het zou me niet verbazen dat. Hè? Ja, we zullen dit programma... Dus ook een deel van de kiezers is gewoon van, joh, laten we een lolletje hebben, kom op. Hè? Ja. Dan willen we stemmen op dit of we stemmen op dat. Ja. Deze meneer vraagt ook van aan jullie beiden de vraag of jullie bereid zijn als lijstduwer voor de Sinterklaaspartij te fungeren. Nee, ik wil ook nooit meer lijstduwer worden. Ik ben weer veel te oud om te duwen. Je weet hoe erg het is om een auto aan te duwen. Ja. En mijn partij aanduwen, dat valt ook niet mee. We zullen dit programma wel eventjes ergens zetten. Dan kunnen mensen het zien. Het is in ieder geval creatief bedacht. Op zichzelf wens ik hem het allerbeste toe. En ik ben ervan overtuigd dat als hij het knap zou organiseren. En hij zou erin slagen om in de talkshows ook als Sinterklaas vertegenwoordiger van de Sinterklaaspartij op te treden. Dat me niet zou verbazen als hij een zeteltje in de kamer zou krijgen. Je hebt eerst stemmen nodig, toch? Je moet allemaal of handtekeningen heb je nodig, toch? Voordat je kunt... Ja, zeker. Maar je moet, en dan moet je, nee, dat is nog een hele heisa. Officieel erkend in alle kiesdistricten mee te kunnen doen. Al denk ik dat je wel in een deel van de districten mee kunt doen. Maar goed, het is een hoop werk. Je loopt ook een kans dat je allerlei garantiebedragen dat je die kwijtraakt. Ja, dan Donald Trump. De aanvangsdatum van de rechtszaak tegen hem vanwege ondermijning van de verkiezingsuitslag. Die is door de federale rechter bepaald op 4 maart 2024. Midden in de campagnetijd, ik zei het net al. Overigens heeft Trump gezegd dat hij in beroep gaat tegen die datum. En deze zaak die staat weer los van die zaak in Georgia, waarvoor hij zich afgelopen week moest melden in de gevangenis daar. Zeker, ja. Ik ben 20 minuten binnen geweest. Ik bedoel, hij is gearresteerd en op borgtocht vrijgelaten. De borg was $200.000. Nou, daar zal hij niet wakker van hebben gelegen, denk ik. Al is hij veel minder rijk dan hij zelf altijd beweert, maar van $200.000 zal hij niet wakker hebben gelegen. We hebben het er natuurlijk al heel vaak over gehad, Tom. Het komt erop neer dat wat hij ook doet, hij heeft het zelf ooit magistraal verwoord. Als ik morgen op Park Avenue bij vol zonlicht iemand doodschiet, dan nog kan ik in Amerika een valide presidentskandidaat zijn. En zo is het. Uiteindelijk moet er met Trump worden afgerekend door het electoraat, door de kiezers. Dat zijn de enigen. Er is nergens een juridische hindernis, een fundamentele drempel die hem kan tegenhouden. Dat is op zichzelf overigens een testimonium van patatis voor de hele Amerikaanse politiek. Dat in feite een soort crimineel, de dorpsgek, in staat is ondanks... 4 lopende rechtszaken, die overigens niet alle 4 even belangrijk zijn, maar 2 ervan zijn toch van vrij fundamenteel belang. Die man heeft een staatsgreep gepleegd. Dit waarvan overigens ook dat gedoe in Georgia natuurlijk een onderdeel was uiteindelijk. En hij kan gewoon deelnemen in 24, niets aan de hand.
Niets aan de hand. Wat een systeem. Wat een politiek systeem. Wat een waardeloos klote systeem. Niet waar? Moet je nou toch kijken hoe Amerika zich met die Trump aanhoudend in de voet schiet. In de linkervoet, in de rechtervoet. Niet oppassen, schiet is ook nog in beide knieën. Het is een... Ik heb diep meelij met de Verenigde Staten. Niet dat ze daar iets aan hebben. Maar dat is eigenlijk mijn opvatting over de Verenigde Staten. En dan denk ik aan mijn arme neven en nichten die toen Trump had gewonnen in 2016 belde ik mijn nicht op. En die was in tranen. Zij me overkomen. En stel je voor dat in Nederland minister-president wordt. En dan zouden wij toch ook in tranen zijn. We zouden de podcast niet zonder tranen de lucht in krijgen. Nee. Maar je hebt eerder ook al aangegeven, deze vierde aanklacht in Georgia, ook gezien het bewijsmateriaal wat er is, kan wel eens voor Trump betekenen dat hij in ieder geval in deze zaak veroordeeld wordt. En dan kan hij de gevangenis in gaan. Zeker. Ja, dat was ook een heel scenario dat hij in de gevangenis zat. En het probleem met deze zaak, die natuurlijk statelijk loopt en niet federaal, is dat een ook als hij gekozen zou worden, kan hij zichzelf in een statelijke zaak niet het pardon geven. Dus voor mensen vroegen zich al af of hij dan de Verenigde Staten uit de gevangenis ging besturen. Nou ja, why not? Want wat is het verschil tussen deze zaak en die andere zaken waar hij is aangeklaagd? Dat die andere zaken deels federale zaken zijn. En wat betekent dat? Amerika heeft in feite twee juridische systemen. Namelijk een federaal juridisch systeem, wat ook deels anders in elkaar zit en waarbij ook criteria anders kunnen zijn. Waarvoor op basis van waar je beoordeeld wordt. En statelijke systemen. En de staten hebben ook deels wel eigen rechtssystemen en ook wel andere opvattingen over hoe dingen wel of niet bestraft zouden moeten worden. Dat is eigenlijk het probleem. En een president kan pardoneren of federale niveau, maar niet op het statelijke niveau. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus ja, dat zou zien. Nou ja, in sommige opzichten doen de Verenigde Staten politiek natuurlijk een beetje denken aan Brazilië. Kijk, de tragiek van de Verenigde Staten is dat een enorme klont kiezers, namelijk blanke kiezers, die in feite in de afgelopen 30, 40 jaar de losers van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zijn geweest, die relatief laag geschoold zijn, die relatief bejaard zijn, die toch zo in zo hoge mate aanwezig zijn, dat zijn ongeveer 70 miljoen kiezers, dat eigenlijk een permanente bedreiging is van het functioneren van het politieke systeem, aangezien ze dus hun ziel verkocht hebben aan de dorpsrijk. Maar 5 jaar cel zou kunnen voor Trump, hè, als hij veroordeeld wordt. Ik zie het allemaal niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. En dan nog 5 jaar. Misschien kan hij Amerika runnen uit de cel. Kijk, toen hij president was, heeft hij er niets van terechtgebracht. Het was een rommeltje. In alle opzichten, totale chaos. Voor zover er iets gebeurd is, was dat het werk van Mitch McConnell vanuit de Senaat. Dus ja, misschien is Amerika de weinig van Amerika's die in de cel zit. Ja, en dan hadden we natuurlijk die, want hij heeft het ook qua marketing weer allemaal uitbedacht. Hè. Hij kwam rond het spitsuur aan daar, zodat hij in ieder geval in de primetime shows te zien zou zijn. Met zijn aankomst en zijn verklaring op tv. En we hadden de bekende politiefoto. Daar zou ook over nagedacht zijn hoe die erop komt te staan. Ja, het zogenaamde mugshots, want hij kijkt dan heel boos op zijn mugshot. Ja. Tot ook al in de New York Times en mugshot. Nou ja, het is allemaal, laten we toch zeggen, in de sector tragicomisch. Maar het feit is dat hij natuurlijk een natuurlijk en sterk ontwikkeld gevoel voor publiciteit heeft. Had hij altijd al, toen hij nog niks was, belde hij die journalisten met nieuws over Donald Trump. Ik geloof zelfs soms met verdraaide stem. Nou ja, ik blijf bij mijn punt, als een land in de greep raakt van zo'n... de dorpsgek is misschien toch niet de juiste term, maar van zo'n man die het niet zo nauw neemt met de waarheid en wat hij wel en wat hij niet kan doen en overal, niet waar, maar zo'n beetje doorheen jast.
dan is, blijkt het ongelooflijk moeilijk om van zo'n vent af te komen. Denk aan Erdogan in Turkije, denk aan Orbán in Hongarije. En al die artsen zijn ook allemaal van die grondwetsverzetters. Hè? Altijd bezig met de grondwet aan te passen. Maar ja, en altijd denk ik diep bang dat er natuurlijk tenslotte een keer met ze afgerekend zal worden. Ja. Want dat moment komt altijd. Ook voor Trump. Ook voor Trump. Ja. Er was ook nog het debat, hè, van die Republikeinse kandidaten waar Trump niet bij was, omdat hij bedankt was voor de eer. Dat stelde ook verder geen bal voor, toch? Ik bedoel, hij heeft toch hopelijk geen verstandig mensen naar gekeken, naar die onzin. Nee. Al deze slapjanissen die nog gevraagd werden of ze Trump zouden steunen als hij de kandidaat van de partij was. En nou ja, ze staken geloof ik allemaal op één na de vinger op. Dat die, en allemaal, dan kun je dat. Dus je kunt dat, je weet, als je daar naar de peilingen kijkt, zie je dat Trump heeft een zeetje meer steun dan al die andere lui bij elkaar. Ja. Ja. Wat dat betreft is natuurlijk Trump de enige serieuze kandidaat, dat is wel duidelijk. Ja, het was wel zo dat Trump tegelijkertijd debat was, dat hij op het voormalige Twitter X met Tucker Carlson, die gewezen Fox-presentator, een interview hield, hè? Ja, maar er zou waarschijnlijk door meer mensen naar zijn gekeken dan naar dat debat. Denk ik, overigens het gekste vind ik toch. Dat je steeds het idee hebt dat in november de verkiezingen zijn. Nee, dat duurt nog een jaar. Ja. Dat duurt nog een heel jaar. Ik bedoel, een jaar, een week in de politiek is al de revolutionair. Een jaar in de politiek, dat is gigantisch. Dat is een eeuwigheid in de politiek. En het is ook een beetje ziekelijk dat we nu al een debatje hebben en zo. Kom op, mag ik trouwens iets anders? Niet waar, mag ik toch de Nederlandse media vragen? Wilt u deze keer die onbeschrijfelijke, lullige, onbenullige, klote debatjes in de aanloop naar de verkiezingen, wilt u die deze keer niet houden, alstublieft niet? Interview alle serieuze politici een uur op tv met door een goede interviewer. Maar niet die debatjes, niet van meneer Timmermans, u heeft nog 7 seconden voor uw antwoord, hè? En van die doorgeregelde, eindeloos doodgeorganiseerde debatjes. Hou in godsnaam geen debatjes. Ja. Nou, een goede oproep, dat hebben ze in ieder geval in Amerika. En zeker met Tucker Carlson, dat was natuurlijk een heel gekleurd interview. Daar werd ook nog eventjes gevraagd naar de oorlog in Oekraïne. En daarvan zei Trump, nou, als ik president was geweest, was die oorlog nooit begonnen. En hij zegt, die oorlog moet ook meteen stoppen, want 100.000 mensen zijn al gedood. Ja. Kijk, Trump, wat Trump ook zegt, je weet dat hij er morgen anders over denkt. Ja. Hetzelfde geld wordt die president en gaat hij weer in de Oekraïne. Ik bedoel, hij gelooft al die lulkoek die hij uitkraamt, die gelooft hij zelf ook. Mm. Ja. Dat is een heel dik boek over leugens van Trump. Ja. Zo van kookies over, om eens een keer te lezen. Het is vaak fantastisch wat hij bij elkaar gelogen heeft. Ja, maar het punt dat hij zegt inmenging in de verkiezingen, omdat de democraten toch achter al deze 4 aanklachten zitten, omdat zij dachten als we dat nou op zijn bordje leggen, is hij daar zo druk mee dat hij geen tijd meer heeft om campagne te voeren. Heeft hij daar niet een punt? Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, er zijn tal van democraten die eigenlijk die processen niet zo erg verstandig vinden, omdat ik voor zijn achterban... Ik heb het al opgenoemd, blanke, niet al te hoog opgeleide lieden, niet waar, van een zekere leeftijd, die in allerlei opzichten denken dat hij de verlosser is. En dan zijn we terug, niet waar, in dat hele, die hele dramatiek van zowel democratieën, dat daar al mensen opereren, politieke entrepreneurs kunnen zeggen. Niet waar, die in feite een ramp voor de democratie zijn. Dat is Trump. En ja, dat, nogmaals, al die processen, dat heeft hem in geen enkel opzicht kwaad gedaan. Integendeel, dat is eerder voor die mensen die achter hem staan, niet waar. Omdat voor die mensen lijkt hij daadwerkelijk de man die aan het kruis hangt. De kruiser door zijn tegenstanders, die zien dat als positief. Ja. Die zien Trump als de verdediger van hun belangen. Ja. Niet waar, in een gevaarlijke, dreigende wereld. Niet waar, van de deep state. Ja.
Er was trouwens ook nog een van die mede-aangeklaagden in die rechtszaak in Georgia. Want het waren er volgens mij in totaal 18. Die kon niet vrijkomen, Harrison Floyd. Want die zei tegen de rechter, ik kan me geen advocaat veroorloven. Dus die mocht niet op borg tot vrij. Dat zei hij. Ja, ik vond het niet een erg overtuigend verhaal. Als hij een oproep had gedaan voor kleine giften van republikeinen. Of, ik weet niet, het leek mij een stunt. Maar eerlijk gezegd. Het leek me een stunt om op een of andere iets te bereiken wat mij niet helemaal duidelijk was wat, maar niet serieus te nemen. Nee. Hey, en dat is ook nog wel een belangrijk punt. Trump mag dus niet zijn andere medeverdachten of andere personen betrokken bij het proces intimideren, hè? Want anders moet hij alsnog de gevangenis daarin. Ja, het is een vrij strenge rechter die in die zaak benoemd is. Die overigens door het lot benoemd is, dus dat... Die al eerder heeft laten weten dat er niet met haar te spotten valt. We zullen zien. Ik bedoel, Trump is natuurlijk iemand die altijd bezig is met intimidatie. En intimidatie is zijn strategie. Dus het zal heel moeilijk zijn om een jury bij elkaar te krijgen die niet op enige wijze geïntimideerd zou kunnen worden, lijkt mij. Ja. En ken je die gevangenis daar in Atlanta? Want daar is ook onderzoek naar gedaan vanwege die leefomstandigheden. Dat zou heel berucht zijn, die gevangenis. Nee, alle gevangenissen in Amerika deuren niet, kan ik je verzekeren. Maar het is niet een gevangenis waar ik enige tijd heb doorgebracht. Nee. Ik heb ooit zo'n gevangenis in Louisiana bezocht. En je wordt daar niet vrolijk van. Want wat gebeurt daar? Het is een vrij streng regime. Het is... Heel veel gevangenissen in Amerika worden privaat geëxporteerd. Vandaar ook dat je hebt ook een hele vereniging van gevangenisexploitanten. Die ook altijd voor enorm strenge straffen zijn. Want hoe meer gevangenen er zijn, hoe meer er te verdienen valt voor de vereniging van gevangenisexploitanten. Ook weer zoiets waar je denkt, ook een van die rampzaligheden van het privatiseren van wat in feite... collectieve goederen zijn, want ook gevangenissen zijn collectieve goederen. Horen dat te zijn in ieder geval. Nee, er zijn tal van misstanden in Amerikaanse, lees er wat over, daar word je niet vrolijk van. Sowieso gevangenissen, dat is vaak een plek van misstanden. Ook in Nederland is dat lang niet altijd fris. Ja. Oh, overigens nog één punt wat hier helemaal niets mee te maken heeft. Maar Kees van der Staaij, die heeft ook aangekondigd dat hij stopt. Ja, dat is nou wel een verlies. Ik bedoel, je begrijpt dat ik nooit van mijn leven in de verleiding ben geweest om SGP te stemmen. Maar het was wel een man met een zeker formaat. Niet in letterlijk opzicht begreep, maar ik bedoel, hij had ook van die ongelooflijk ijdele schoenen aan op een goed moment. Dan dacht ik ook, kijk. Het is toch wel het wordt vermakelijk is ook weer niet juist, maar het is iemand die als Kamerlid vanuit zijn ideologische achtergrond heel fideel geopereerd heeft. Niet mijn ideologische achtergrond, maar vanuit de zijne heeft hij goed gefunctioneerd. Heeft hij relatief veel meer invloed gehad dan die... Want hij begon ook met 2 zetels en nu zijn het er 3 zetels geworden. Het zal ook nooit veel meer worden, denk ik. Nee, het is vanuit zijn perspectief een fatsoenlijke man. Hetzelfde wat je hebt bij de ChristenUnie. Ik zou nooit op de ChristenUnie stemmen. Maar je weet dat het net de fatsoenlijke mensen zijn. Hmm. Ja, en hij bewaakt het fatsoen, hè? Ja, en hij was ook goed op de hoogte van de regelgeving. Wat hij heeft... eindeloos aantal jaar. Hij moet er al relatief heel jong ingekomen zijn. Want hij is nog niet eens zo oud, toch? Nee. Nou, en nog even een ander puntje is dat... dat heeft ook met de Verenigde Staten te maken... dat zij de doodstraf in Alabama willen gaan voltrekken... met behulp van stikstof. Ja, die voltrekking van de doodstraf... dat is al jaren een gigantisch probleem. Omdat die rommel, het was dan per injectie natuurlijk... En die injecties werkten niet altijd goed. En bovendien, de leveranciers van die rommel die geïnjecteerd werd, die hebben ook besloten geloof ik, om niet meer te leveren. Dus dat was heel moeilijk aan te komen. En ja, al die anderen, dus de elektrische stoel hebben ze natuurlijk een tijdje gebruikt. In Californië was ook een soort gifgas werd daar gebruikt. Het is,
Ik ben zelf een principieel tegenstander van de doodstraf. En als je denkt aan de rampen die zich daarbij in de Verenigde Staten hebben voltrokken. Er zijn zelfs wel lui die hebben gezegd, schiet mij maar dood. Dat is dan effectiever eigenlijk dan wanneer je zo'n wanneer weer eens een keer mislukt. Want ook voor deze figuur die dan de stikstof moest gaan inademen, was het toch ook al een keer mislukt, begreep ik. Ja, Kenneth Smith is dat inderdaad, ja. Die is de eerste die de stikstof krijgt toegediend. Ja, ja. Nou weet ik niet hoe dat is om stikstof. Ja, het woord zegt het al, kennelijk niet zulke prettige gevolgen. Maar ja, nogmaals, het is... Nou ja, als je dan de doodstraf hebt en dan ook een keer slaat om het op een enigszins... Ja, kun je eigenlijk de doodstraf op humane wijze voltrekken? Nee, mijn idee. Nee, bovendien, ik weet niet of je het gezien hebt. Deze man zat sinds 88 in de dodencel. Ja, ja. 35 jaar. Wat is dat voor rechtssysteem met permissie? Wat een onbeschrijfelijk klote land is het toch... als je er even het vergrootglas opzet. Want je denkt, hoe is het dan mogelijk? Ja, het was een huurmoordenaar. Hij had de vrouw van de predikant vermoord. Ja, wat hij ook gedaan heeft, zal ongetwijfeld schandelijk zijn. En had het beter niet kunnen doen. Maar je laat niet iemand 35 jaar in de dodencel zitten, toch? Nee. En het is bij stikstof zo dat als je het dus in pure vorm inademt, dan is het dodelijk. In combinatie met zuurstof uiteraard niet. Nee, dat mag je. Dat mag, ja, nee. Omdat, en volgens mij NO2, dat is 70% van onze dampkring, toch? Zoiets. Wat een waardeloos klote systeem. Als je ze vraagt wie vindt u de belangrijkste president van de laatste 100 jaar, dat ze nogal de neiging hebben om een van de laatste 3-4 presidenten waar ze zich iets van kunnen herinneren, om die te noemen. Een gloednieuw luisterboek. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidenten. Met als gevolg dat als je het nu vraagt, dat mensen ook zeggen dat misschien Clinton wel een geweldige president was. Niet slecht, maar niks bijzonders zou ik zeggen. Een luisterboek van bijna 5 uur lang. Download het luisterboek nu via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level gaat het over de kwantumrevolutie. Na AI krijgen we de kwantumrevolutie. En wat dat betekent voor jouw leven, hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes. Wil je doorpraten met luisteraars over deze podcast? Meld je dan nu aan voor de WhatsApp en Telegram groep. De link naar beide groepen vind je in de show notes.